...als heel gewoon ervaren. Het goedmoedige gedram en gedreven geroep van Weleer klinken nu vergeleken bij andere dingen die de popmuziek ondertussen heeft voortgebracht als fijn besnaard en poëtisch. Maar 14 jaar geleden werd daar nog heel anders over gedacht. Weg met orde en gezag. Je weet zelf wel wat kan en wat. Oh, Ali. Oh, Ali. Weg met al die goeie zenuwen. Want we leven niet in het verleden. Oh, Ali. Oh, Ali. In de Achterhoek en Twente, en wellicht ook op andere plaatsen, opereert momenteel een beatband die zich noemt Normaal. Nog afgezien van de slechte kwaliteit muziek die de groep produceert, menen wij dat het wenselijk is dat gewaarschuwd wordt tegen het optreden van deze groep. De liedjes die zij in dialect ten gehoor brengen zijn zodanig grof en platvoers. Het woord weerzinwekkend is misschien beter op zijn plaats, dat dit ondanks de gewijzigde normen van de laatste tijd de normen van het toelaatbare ver overschrijdt. Ja, Benjoling. Ja, je zat meer naar die slang te kijken dan... Wacht, ik ga even een microfoon verzetten voor ze erin bijt. Je zat meer naar die slang te kijken dan naar je TV toe. Nou, ik heb het wel gezien, hoor. Ja. Jullie deden nogal wat stof opwaaien, hè? Drie keer vijf jaar geleden. Ja... Kom een beetje dichter zitten, jongens. Ja. Nee, dat viel allemaal best mee, hoor. Ja. Wat er dan in werkelijkheid gebeurde, dat viel helemaal mee. Het was natuurlijk al en nog steeds wel een vrij wilde bedoeling in de zaal. Mm. Maar met hossen en een beetje met bier gooien en zweten en dat soort dingen. Maar met agressie en heeft het niets te maken. Nee. Is het zo inderdaad dat jullie nu als gewoon ervaren worden, als heel normaal, braaf? De meeste mensen wel. Er zijn allerlei organisatoren of zaalhouders waar we voor de 15e, soms voor de 20e keer spelen. En die zouden ons niet terugvragen als er echte narigheid was of zo. Ja, ja. En over teksten en zo. Ja, we zeggen de dingen nou eenmaal recht voor z'n raap. Maar dat chockerende achter... Ja. Natuurlijk zie je dat zelf niet zo. Je meent het gewoon eerlijk. Mag het gezegd worden. Ja. Om echt te chockeren moet je vandaag de dag al iets over Allah maken of zo. Hè? Ja. Ja, heel onterecht, maar goed. De enige last die wel eens gerapporteerd wordt bij jullie optredens is lawaai, hinder. Is dat nog altijd... Nee, ik denk niet dat we harder spelen als andere groepen. Dat is één keer wel... Er komen meer luidruchtige mensen op af met zware motoren en... Dat valt ook allemaal wel mee. De meeste mensen laten zich rijden. Dat valt allemaal hartstikke mee, omdat ze van tevoren wel weten dat ze... Dat het een echt feest wordt. Ja, dus dan laten ze rijden. Dat gaat allemaal wel. Ja. Het is wel aardig dat we een keer een geluidsoverlast zonder dat te bedoelen hebben veroorzaakt. Omdat er in een open lucht, wij traden ook op in de open lucht, 10 kilometer verder, was er ergens in Drenthe, was een Shakespeare-uitvoering. Ja. En die hadden daar last van. Onbedoeld. 10 kilometer. Ja, ja dus dat toch, draagt nogal een eind. Ja, toch. En vooral, jullie hebben toch ook altijd min of meer een boodschapje in de tekst, hè? Ja, het is niet alleen maar wat bij Engelse teksten, I love you en dat soort dingen. Die teksten niet uit het als een dominee van de kansel moeten preken, maar er zit wel wat in verborgen. Dus het gaat allemaal over iets. Ja. Er zit een soort bedoeling achter, achter die teksten. Goed. Heb jij wat met slangen? Ja, ik zie dat als dingen waardoor vloeistof vervoerd moet worden. wat ik daar over tafel zie kruipen. Ik ben zelf ook niet helemaal op mijn gemak, maar bij ons zit dus Walter Getruijer van Tsjechoslovaakse afkomst, maar Nederlander. Jij bent heel bezeten van slangen, hè? Hoe komt dat? Ik ben ooit als jongetje van 8 jaar in aanraking gekomen met slangen. Hoe dat zo? Ik vind niet gebeten? Nee, gelukkig niet. Nee, ik ving in Ermelo een slang, mee naar huis genomen. En toen mijn vader de soort gedetermineerd had herkend had, toen bleek dat een adder te zijn. Dat is een gifslang, die moest ogenblikkelijk weg. Maar op dat moment, hoe had je hem gevangen? Gewoon met de blote hand. Ik heb gewoon erg veel geluk gehad. En ik heb gewoon geen beet opgelopen. Omdat slangen over het algemeen hele vriendelijke dieren zijn. Hè. Zolang je maar niet... Dus ik kan hier gewoon zonder enig risico mijn hand laten liggen. Ja hoor. Hij komt nu wel echt dichtbij, vind ik. Maar, Een slang eet geen mensen. Huh? Een slang eet geen mensen. Nee, maar zou ik misschien kunnen trainen met er af en toe in te bijten. nu, hoeveel slangen heb je nu? Ik heb zelf bij de 300 slangen momenteel. Ja. En je hebt er een beroep van gemaakt? Het is mijn werk momenteel. Ja. Heb je ervoor gestudeerd ook? Of is het allemaal... Het is autodidactisch. Autodidactisch, ja. Je hebt er nog een tweede bij, hè? Kan je die ook bovenhalen of wordt dat een beetje moeilijk? Nou, wat heel Ben beetje... kan misschien deze ondertussen even vasthouden. Als hij hem even overneemt. Nou, hij redt zichzelf al, denk ik. Kijk, Ben. Wat heb je nog bij?
Ik heb nog een albino maïsslang bij me. Dat is een dier met een erfelijke eigenschap, of afwijking eigenlijk. Ja. Is die koud, Karel? Die is ijskoud. Ja? Ja. Dat komt omdat ze met de auto vervoerd zijn. Normaal gesproken zijn ze, hebben ze de omgevingstemperatuur, nemen ze aan. Ja. Zeg, in onze cultuur, in onze contraille, worden slangen gezien als symbolen van het kwade, het giftige, in het Oude Testament ook. Nou, dat overheerst. Hoe komt dat? Dat overheerst. In de Bijbel wordt in eerste instantie gesproken over de slang in het paradijs. Ja. En dan heeft zou die kleine smeerlap niet proberen van in mijn vinger te bijten? Want die kan ik niet moeilijk weghalen, want die verschrikkelijke boa constrictor ligt hier nu te slapen. Ruitpietoen. Jij zit vol met alle vooroordelen waar de meeste mensen mee vol zitten. Nee, met teksten staan er vol. Oh. Je blijft toch gewoon zitten, jongen. Ja. Ik speel maar een beetje komedie. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat in onze contraille de slang als gevaarlijk, giftig... Nou, hij komt in twee gedaantes voor. In de Bijbel komt hij zowel voor als een heilzaam wezen als een demonisch wezen. Ja. Dus met de paradijsslang is het een vervelend wezen. Ja. Maar een kleintje verderop in de Bijbel komt hij voor als een dier wat op een stok wordt opgericht. Ja. Ja. Om de Joden die in de woestijn lopen... te behoeden voor de slangenbeten. Hoe zit het in andere culturen? Worden in alle culturen de slangen aanzien als verderfelijke wezens? Of zijn er ook landen waar de slang echt hoog in het vaandel gedragen wordt? In Azië en Afrika staat de slang over het algemeen wat beter voor dan in Europa. Er zijn zelfs tempels voor dat soort dieren opgericht. Ja. Het eiland Penang bijvoorbeeld in Maleisië is dat een tempel. Men denkt daar tot de slang een dier is wat je behoedt voor allemaal kwaad. Ja. In heel veel culturen wordt de slang gezien als een vruchtbaarheidssymbool. Ja. Dat heeft te maken met de cobra, dus de brilslang. Die kan rechtop staan, die verheeft zich. Een soort vallensymbool. Exact, dat is een vallensymbool gezien. Er zijn zelfs mensen, Japanners met name, die denken als je de gal van een levende cobra met alcohol vermengt en dat opdrinkt, dat je een liter stuiter potentie hebt. In Zuidoost-Azië, in Indonesië? Zuidoost-Azië, ja. Ze gaan met name naar Thailand toe om dat soort praktijken... Ja. uit te kunnen oefenen, maar het helpt echt niet hoor. Hoe is het ware karakter van de slang? Je kan niet over een karakter spreken van de slang, omdat ze nogal verschillen per individu. Ja. Je hebt dieren bij die zijn gewoon wat nerveus, je hebt dieren bij die zijn heel erg rustig. Ja. Dus dat is individueel heel anders. Ja. Je hebt verteld aan een van onze medewerkers dat slangen monogaam zijn. Of sommige slangen? Nee, sommige slangen. De meeste mensen zien een slang als een compleet emotieloos dier, die geen emoties kent. Dat is absoluut niet waar. Als je met slangen wil gaan kweken, iets wat ik intensief doe, dan moet je ervoor zorgen dat je twee dieren bij elkaar brengt die elkaar ook liggen. Ja. En dat betekent in veel gevallen dat je één vrouwtje aanschaft, misschien wel vier, vijf verschillende mannetjes, net zolang tot het klikt. Ja. Ze kiezen er dus één uit, ze laten zich niet door gelijk wie dekken. Niet zonder meer. Je kan wel allerlei trucs toepassen om ze te misleiden. Hoe gaat het eigenlijk, het geslachtsverkeer van een slang? Nou, zoals alles bij slangen gaat, behoorlijk traag. Er zijn slangen die doen er 23 uur over. En maakt zich klaar voor een aanval, geloof ik. Deze. Nee hoor, het schijnt je vermogen. Maar ze spant zich geslachtelijk voort. En, bij de slang, hier bij het begin van de staart, bij de man de geslachtsorganen. Ja. Dat is trouwens zijn twee penissen. En één van de twee wordt gebruikt bij de paring. Ja. Als je de slang ook openmaakt, is die anatomisch niet anders dan de mens eigenlijk. Je vindt er een lever in, een hart, nieren, alles. Je trekt met je verzameling slangen Nederland rond. Je hebt er ook een foldertje van bij. Als je nog handen vrij hebt, kan je misschien eentje tonen. Ja, doe maar. Wat wil je de mensen bijbrengen eigenlijk? Nou, dat is net ook al gebleken. De mensen zitten vol met allerlei vooroordelen omtrent de slang. En de meeste vooroordelen zijn gewoon ten onrechte. Ja. Ik probeer nu door een groot aantal dieren te laten zien, in de regels van 100, van allerlei verschillende soorten, als pythons, cobra's, boa's, mamba's, etc. Met daarbij ontzettend veel informatie. En die informatie die bestaat hier voornamelijk uit dat allerlei sterke verhalen ontrafeld worden. Er wordt verteld over religies, over de slang als symbool in de maatschappij, etc. Vinden ze het eigenlijk wel leuk van vervoerd te worden? Een slang is een dier wat ik al eerder zei, die emoties vertoont. En dat betekent ook dat ze heel snel stress kunnen krijgen. Ja. Dus je moet wel degelijk weten welke slangen je mee op reis kan nemen. En degene die jij meeneemt, die kunnen er tegen? Die zijn onderhand stressbestendig. Goed. Kijk, en deze twee die zijn ook bij mij thuis geboren en die zijn gewoon gewend in omgang met de mens. Oké, gelukkig maar. De slangenexpositie Serpo vanaf morgen dagelijks tussen 10:00 morgens en 10:00 s'avonds in de openbare bibliotheek van Leeuwarden. Het is de moeite waard, een aanrader.
In Friesland worden de jongste dagen lichte aardschokken genoteerd met een kracht van 2 tot 3 op de schaal van Richter. En een ander is het gevolg van de trainingen voor Friese paarden. Wat hebben jullie met Friese paarden? Nou ja, dat is iets dat, daar ben je mee besmet, zeggen we alles. De meesten die zeggen dat het is een bacil, die raak je nooit weer kwijt. En zo ervaren wij dat ook. Het is echt een showpaard. En je kunt hem overal voor gebruiken. Alleen het springen valt wat tegen, maar de rest is je overal voor te gebruiken. Vroeger dan werkten wij dus op de boerderij met deze paarden, dus je ging er alle dagen mee om. Je leerde ze helemaal kennen. Het hele boerderij die was afhankelijk van paardenkracht. Daar kon je niet zonder. Wat mij het meest fascineert, dat is dat het er nu weer eigenlijk terug is. Niet via de werkzaamheden van de boerderij, maar door andere dingen eromheen. Door de sport, door de recreatie. Ik kan eigenlijk niet uitdrukken hoe trots ik daarop ben. Je bent promotor van Friesland, hè? Is toch ook een beetje de spanning? Staat bij deze eerste wedstrijd staat promotie helemaal voorop. En wat er later komt, ja, dat zien we dan later wel. Misschien wordt het dan wel big business, maar dat gaat er nu helemaal niet om. Droom je daar wel eens van dat het echt iets professioneels gaat worden? Ja, dat zou wel hartstikke mooi zijn, maar... ik dacht dat het zo 1, 2, 3 niet klaar was. Het is nu een maand dat ik hem train. Eerst wat gelanceerd en wat achter een karretje. Of voor een karretje. En nou, dan ga ik wat op een weg en door de bossen heen. Wat draven en stappen en zo. Hoeveel zet u in op de wind? Nou, ik ben niet een man van paardenwerden. Ik moet eerst alles maar even rustig bekijken. Hoe het zich allemaal ontplooit. Goede pikeurs erachter. Geen ongelukken. Ben je zenuwachtig? Nou, wel een beetje. Je weet nooit wat hij doet, hè, op die baan. Het is allemaal nieuw voor hem. Ja, nou ja, ik heb alles eraan gedaan. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik vind dit machtig mooi, het haardraven nou op Wolvega. Hartstikke mooi gezicht ook, de Friese paard, de Friese taart uitmaken. Maar eigenlijk is het geen drachtpaard natuurlijk? Nee, het is meer een showpaard voor rijtuigkoets. En dan heeft hij een verheven gang. En nu moet hij een vlakke gang hebben om snelheid te maken. Maar als je met een jong paard opnieuw begint te trainen, dan kun je er heel wat mee bereiken. Dan is er nog meer te bereiken om hem snel te krijgen. Dat doet me heel goed. Dat vind ik mooi dat als die zoon daar liefhebberij voor heeft en dat wat overneemt, dat doet je heel goed. Inderdaad. Je krijgt veel vrienden en kennissen door het Friese paard. Dat is hartstikke leuk. Dat verrijkt ergens je boerenbestaan. Het moet niet te veel business en gedwongenheid worden. Maar Klaas zegt net wel dat het big business is. Ja, voor een later. En ik zeg er ook bij misschien. Maar dat moeten we allemaal zien wat de toekomst brengt. De koers met Friese paarden wordt aanstaande zaterdagavond gereden in het drafcentrum van Wolvega in Friesland. De race begint om even na 8:30. Op de drafbaan worden al vanaf 6:00 andere wedstrijden gehouden. En dan nu het moment waarop wellicht velen onder u zitten te wachten. Ik bedoel niet dat een van ons door zo'n beest wordt gebeten, maar wel normaal gaat zingen. Het betreft hun nieuwste single, Ik vuul mien zo zo.
zit ze toch te zeuren. Ik doe net of ik niks wil horen. Ik kan nooit merken wie vriend of vijand is. Als ik er denk te wetten, sla ik de plank vaak mis. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Zeggen. Telkens weer. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, zo, zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, 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 zo. Zo zou ik het zeggen. Ik voel me zo, 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 zo. Zo zou ik het Normaal, aanstaande zaterdag in Slagharen, vrijdag 17 maart in Boskoop en zaterdag 18 maart in Barneveld, Wintelree. 'S Avonds dezelfde dag. Wat ik raar vind, Walter, dat is dat die slang die je dan nog altijd vast hebt, absoluut rustig blijft tijdens de muziek. Hoe komt dat? Slangen missen zowel het inwendig als uitwendig gehoor, dus ze hebben helemaal niks van vernomen, behalve wat trillingen door de vloer. Ja. Maar of dat nou normaal is of onweer, dat maakt niet dan uit. En hoe zit dat dan met die brilslangen in India en zo, die uit een mandje komen op... Het is allemaal show. Die slang die wordt aangeraakt, die wordt geïrriteerd, gaat rechtop staan. En een slang ziet niet zo goed in de regel. En die slang baseerde hij voor op de fluit, heeft hij een aantal kralen of spiegeltjes geplakt. Waardoor de slang denkt dat het een ogen zijn. Ja. En door de fluit nu ritmisch heen en weer te bewegen, gaat de slang die fluit volgen. Dus op muziek reageren ze absoluut. En de slangen bezweren tussen aanhalingstekens. Die weten op een gegeven moment hoe hoger de cobra gaat staan, hoe groter zijn graad van irritatie is. Ja. En op een gegeven moment weet hij van, nou, dat is de grens voor dit dier. En dan doet hij het mandje weer dicht. Goed. Het lijkt bloedstollend, maar in wezen is er niks aan. Allemaal show. Ben, jullie zingen nog altijd in een dialect. Ja. Waarom doe je dat? Nou, zo is het begonnen. Ik had uit frustratie over allerlei mislukkingen tot dan toe, maar in ieder geval had ik wat teksten geschreven en daarin schreef ik eigenlijk gewoon wat narigheid van me af. En dat doe je in de taal waarin je denkt. Hmm. Zo zie ik dat, als Achterhoeks. Ja. Een Nederlandicus zal zeggen dat is geen taal, maar een dialect, maar dat interesseert me niet. Ik denk in het Achterhoeks. Ja. En zoals ik het dacht, schreef ik het op.
Zit er ook niet... Het is dus geen briljante vondst of zo. Van, goh, dat heb ik later wel eens gehoord. Wat slim van jullie, want er was nog niemand die dat deed. Goh, wat origineel. Maar zo, dat is helemaal geen goed idee. Zit er ook iets achter, zoals bijvoorbeeld ja, de plattelandsjeugd die plots iets had om zich mee te verdedigen? Want kijk eens, normaal heeft succes. En dat is ook plattelandsdialect. Dus denk ik wel. Opwaardering van het dialect. Ja, dit is samen te vatten in een van onze teksten. Dat is, ik ben maar een eenvoudige boerenlul, maar daar schaam ik me niet voor. Dat is de openingszin en de titel van het nummer. En daar vinden ze een hoop in terug. Het komt een beetje uit de tijd dat ik, toen ik de academie afgemaakt had en in Amsterdam kwam te werken. Dan zag ik er heel hip uit. En dat vonden ze mij wel interessant, totdat ik mijn mond opendeed en hoorden ze dat ik een dialect had en zo. Zag je ze denken, oh, het is maar een boer. Ja, en was dat echt, ze appreciëren je niet meer of wat? Nou, met name Amsterdammers hebben wel een beetje, alles wat niet uit Amsterdam komt is een boerenlul. Nee. En dan gaan ze je nadoen en dan gaan ze Gronings praten. Ja, als ik mijn mond open doe, dan zeggen ze, oh, een Belg, wat leuk. Ja. Nou, dat is ook wel anders geweest. Ja. Dat denk ik zeker wel, ja. Jij bent niet alleen dus een podiumbeest, maar ook een graficus. Er liggen hier allerlei dingen van jou op tafel. En ook de versieringen rond jullie optreden heb je allemaal zelf gemaakt. Onder andere dit slipje, kan de camera even lagen. Welke? Twee? Ja. Komt allemaal van je hand, hè? Ja. Ja, wat gaat hij het beste aftekenen, ontwerpen of muziek maken? Nou, twee heel verschillende dingen. Ja, het is mijn oude vak. Maar nadat we steeds professioneler werden in de jaren 6-7 bestonden, gingen we ontdekken dat je niet het hele jaar door kan toeren. En toen gingen we in de winter stoppen en dan een hele nieuwe tournee bedenken. Veldtocht noemen wij dat, met een nieuw logo en een nieuwe kreet. En dit jaar is dat bijvoorbeeld Recht toe, recht aan. En vorig jaar was dat Das Normaal, of Wie gaat naar de kermis. Hmm. En hadden we een heel kermisdecor. We hebben wel eens meer artiesten hier gehad, vooral mensen uit het toneel, die ook gingen schilderen. Sylvia Deleur onder andere, Ine Veen, er kunnen nog anderen geweest zijn. En die hadden het over het evenwicht wat ze dan vonden in het extroverte van op de planken staan en dan het helemaal in zichzelf gekeerd met een doekje. Ja. Bij mij kwam het toch anders voor. Ik had eerst in de beeldende kunst gezeten. Of kunst. Het verschil tussen kunst en kiets is mij nooit duidelijk geworden. En daar heb ik ook altijd veel narigheid over gehad. Maar ik kwam eerst en ik vond de waardering die ik in muziek kreeg, vond ik veel directer. En ik vind muziek eigenlijk een hogere vorm van kunst. Omdat het veel duidelijker is, tastbaarder, directer. Ik kan er zelfs van leven. Dat is, met kunst raak je ook onvermijdelijk in de subsidiesfeer terecht. En als je dan heel erg fanatiek carrière weet te maken, zijn er misschien 1 op de 1000 of zo die er later van leven kunnen. Maar dat is weer heel zeldzaam. En ik vond het zo'n prettige sfeer die erin heerste. En dus ik ging muziek maken. Maar ik ging mijn oude vak van lieverlee weer oppakken door in de winter door dingen te bedenken. En je ontdekt dan dat het moeilijk is om ze anderen uit te laten voeren. Als je een ander een hoesontwerp laat maken, valt het altijd tegen. Ja. Dus ging ik toch weer zelf, met name in de wintermaanden, tekenen. De hoes hebben we hier niet op tafel liggen, ja, dat is de hoes toevallig van de vorige. Dit is de hoes. LP. En die staan ook op een t-shirtje afgedrukt. Ja. Die had Van Breukelen aan toen we hem in het ziekenhuis gingen interviewen. Klasse apart vriendje. Ja, Hans is een klasse vriend. Je hebt wel meer met sportman, hè? Ook wereldkampioen 500cc, motocross, Erikje Boers. Ja, behoort tot de intieme goede vriend van ons, ja. Goed. Ja, we zijn wel sportfreaks hoor, want ik ben nu 42 en als je dan het toch echt slopende werk op het podium wil kunnen volhouden, dan moet je wel aan sport doen. Ja, je gaat onder andere marathon lopen. Ja. Hoeveel zit je? Dat is wel heel hoog gegrepen, maar het doel van mij is om dan uit te lopen, maar dat is voor een goed doel dan. De welke? Het is nog niet de minste, hè, van alle marathons. Nee, New York. Dat zeg je zo simpel hoor, New begin York, november. Ja. Het schijnt mogelijk te zijn, maar hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar dat ik dan een hartbewakersmachine bij elkaar kan lopen voor het Winterswijkse streekziekenhuis. Hoe gaat dat dan? Via sponsors, mensen die voor per kilometer dat neem ik aan, maar het fijne daarvan moet ik nog horen. Maar toen ze mij vroegen, heb ik wel onmiddellijk ja gezegd. Want dat soort evenementen kan ik mijzelf heel erg goed in vinden. Ja. Aan hoeveel kilometer zit je nu, qua training? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb pas mijn sleutelbeen gebroken. Dus ik ben gisteren pas weer begonnen. Ja, en toen kwam ik met moeite aan 10. Echte coureursuitvluchten zijn dat, hè? Ja, want het is wel echt waar.
goed. We gaan voort met het volgende. Sinds bekend is dat TV3 in juni ophoudt te bestaan, kon het niet anders dat we ook eens iets voor Joop van den Ende zouden doen. Tijdens de volgende reportage over een auditie voor de musical Cabaret herkent u evenwel geen van onze medewerkers. Vooralsnog niet. Er gebeurt wat. Even duidelijkheid. We gaan gewoon door met het gesprek. De reportage komt niet. Ja. Vertel wat over je werk. Het ziet er nogal naïef uit, moet ik zeggen. Ja, nou, een paar gespreksthema's opdiepen, jongen. Geen probleem. Nee. Nou, die grote illustraties die daar staan, dat betreft de verschillende rollen van een van onze mascottes, zou je kunnen zeggen. Hendrik Havenkamp, een soort plaatselijke komiek. Die toch wel met name als pantomime spelen enorm briljant is. Ja. En die ook wel waar we wel plaatjes over gemaakt hebben. En heb ik in verschillende rollen heb ik hem uitgebeeld. En deze dingen komen bewegend achter het hoofddecor langs. Ja. En het hoofddecor is een boerenopstand die ten strijde trekt. Ja. En dat is voor dit jaar recht toe, recht aan. Dus recht voor zijn raap, wil dat zeggen. Rock and roll, zonder omwegen. Wees maar eerlijk en slijmen en dat soort dingen. En hypocrisie, die schaffen we af. Dat is dit jaar is voor de Chinezen het jaar van de slang. Heeft de slang wat te maken met recht toe, recht aan of helemaal niet? Ze beweegt zich nogal kronkelend eigenlijk. Hè? Ja, maar ze is niet achterdochtig. Hè? Nee. Ze kan nooit iemand in de rug aanvallen. Een slang is een dier wat volgens een bepaald tactiek aanvalt en waarschuwt. En als je daar overal maar acht op slaat, dan kan je wel zeggen dat hij echt recht toe, recht aan zich gedraagt. Leven er nog veel soorten slangen in Nederland? We hebben maar drie soorten slangen in Nederland. De gladde slang, de ringslang en de adder, waarvan de adder giftig is. Maar helaas, zoals met zoveel diersoorten, wordt hij ook bedreigd. En al die slangen in Nederland zijn beschermd onderhand. Goed. Dit is het einde van TV3, dames en heren. Beetje raar einde. Dat mag wel eens een keertje. Morgen zijn we er weer met onder andere Ischa Meijer en Rita Corita. Tot morgen.